Oekraïense vertegenwoordiger bij de OVSE die heeft vorige week verklaard dat de Russische raket- en droneaanvallen tot nu toe voor meer dan 90% op civiele doelen zijn geweest en niet op militaire doelen. Ja, en als dat al zo is, dan ben je eigenlijk een oorlogsmisdaad aan het plegen. Bij mij is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, die aanval in dat ziekenhuis, je bent er geweest. Sterker nog, we hebben je net nog even gesproken met beeldverbinding en hebben je bij dat ziekenhuis zien staan. Vertel even wat je hebt gezien en wat je indrukken zijn. Het is het grootste kinderziekenhuis van Oekraïne in het centrum van Kiev, vlakbij het centrale station. En dat grote complex dat is vrij letterlijk in het hart getroffen, want dat kinderziekenhuis staat eigenlijk in het midden van een heel medisch terrein. Natuurlijk alle ramen eruit. We zien ook dat er al heel veel ramen zijn dichtgetimmerd, dus dat de spaanplaatfabrikanten weer hun uren hebben kunnen draaien. We zien natuurlijk veel puin. Tegelijkertijd is er ook alweer veel puin geruimd. En het is een aanval geweest waar 3 doden bij zijn gevallen en zo'n 30 gewonden op maandag 8 juli. En toen zijn er in heel Oekraïne zoveel aanvallen geweest dat er in totaal bijna 200 gewonden en meer dan 40 doden zijn gevallen in verschillende steden. Dus aan de ene kant kun je zeggen dat dat ziekenhuis is helemaal niet zo hard getroffen als andere locaties met meer slachtoffers. Maar het is natuurlijk het symbool en het feit dat in een oorlog aan kinderen wordt gekomen, die vervolgens nu ook geen plek meer hebben om naartoe te gaan terwijl ze doodziek zijn, dat maakt deze hele aanval zo emotioneel, zou ik willen zeggen. En je ziet de beelden van kinderen die hun, hun chemotherapie op straat krijgen. Doktoren die de handen uit de mouwen moeten steken om hun patiënten te redden. Een kind dat is echt killing geweest. Een kind wat achtergebleven is op een operatietafel, weet je. Het is te verschrikkelijk voor woorden. Heel lang heeft het gevoel bestaan van dat Kiev is een veilige stad en ik denk dat het ook zo is, omdat de luchtafweer hier goed op orde is, maar toch overkomt dit. Ja, dit is ambassadeur Yannis de Mol, die aan zijn laatste week in Oekraïne is begonnen als ambassadeur. En vanochtend heb ik hem uitgebreid gesproken. Hij reed toen net Kiev binnen vanuit Odessa, waar hij met ministers Veldkamp en Brekelmans bij Zelensky was geweest. En dat was een goed gesprek en een goed bezoek, zei hij. En toen ineens kwam hij weer in de harde realiteit terecht van dat Kiev ook geraakt kan worden door raketten. Oekraïners noemen dit bijna in koor een terreurdaad. Welke specifieke reactie is jou bijgebleven? Een directrice van een kinderziekenhuis in Tsjernihiv, dat is 2 uur rijden van Kiev, daar was ik gisteren. En zij zei, ik heb jarenlang met Russische doktoren en rectoren van medische instellingen samengewerkt. En wat leest zij dan op sociale media? Dat deze Russische artsen deze aanval goedkeuren en zeggen, laat het Europa duidelijk zijn dat dit ook met een kinderziekenhuis in Warschau kan gebeuren. Nou, als ze nog enige hoop hadden op een band en een connectie met Rusland, die er toch zo lang was, ja, dan wordt die met zo'n opmerking doorgesneden en dan merk je dat zij dat niet kan begrijpen. Ja, Geert-Jan, je hebt een week lang Oekraïne doorkruist, zal ik maar zeggen. Hoe staat het land erbij? Het is een gigantisch land, Bernard. Dus ik geloof dat we zo'n 5000 kilometer hebben afgelegd. En ik ben in het oosten geweest, in het zuiden geweest. Gerson, Sumy, Kharkiv, allemaal plekken waar we het, ja, waar jij en ik het ook bijna dagelijks met elkaar over hebben. Ik zie vooral veel defensieve werken. Dus veel verdedigingslinies. En ik ben met mensen op pad geweest die dit rondje 2 à 3 keer, nee, ik moet zeggen, elke 2 à 3 maanden maken. En die zien dus ook dat er veel meer loopgraven, veel meer bunkers zijn en ook veel meer militair materieel, met name in het noordoosten. Dus de dieplades die rijden af en aan met allerlei voertuigen. Dus dat valt dan wel op. Verder zie je natuurlijk dat Oekraïne het nog steeds zwaar heeft, maar dat het ze lukt om de Russen op sommige plekken terug te duwen. Alleen de Russen duwen dan op hun beurt weer bij Chassiv Yar door in het oosten. Daar ben ik niet geweest, dus daar kan ik geen reactie vanaf de grond bij geven. Nee, en dan spreek je ook Oekraïners die zeggen, dit gaat niet lukken, dit gaat niet goed komen. Op deze manier krijgen we de Krim en de Donbass niet terug. Ja, ik spreek ook wel mensen die zeggen dat ze de boots on the ground geen goed idee vinden als Macron met zo'n plan komt. Want die hebben dan weer angst voor escalatie en die zeggen, ja, een nucleair wapen, een tactisch nucleair wapen, dat gooit Poetin dan niet op
Europa, dat gooit hij op Oekraïne. Dan zijn we weer de sjaak. Ik zeg er wel bij Bernard, dat zijn dan verhalen van mensen. Iedereen die ik spreek heeft andere momenten en andere angsten en andere visies bij deze oorlog. Er zijn mensen die zeggen, ja, de Donbass en de Krim die komen niet meer terug. Maar laten we dan ervoor zorgen dat we andere delen van de Oekraïne wel weer terugkrijgen die door Rusland bezet worden. Zo heeft iedereen toch wel zijn kijk op de oorlog. Maar de overgrote meerderheid staat nog steeds achter de maximale inzet van Zelensky. Namelijk terug naar de grenzen van 1991, alles terug. En dat zal voorlopig ook nog wel de inzet blijven. Dus er zijn wel Oekraïners die boos zijn op Macron of Zelensky, maar de meesten blijven boos op Poetin. Ja, en als ik heel cynisch ben, elke keer geeft Rusland Oekraïne ook wel weer een kans om maximale steun bij het Westen te zoeken en om maximaal in te zetten. Want elke keer zijn er weer van die, nou, dat mag ik hier toch wel zeggen, barbaarse aanvallen. En soms is een aanval zo erg dat het Westen ook bereid is om verder te gaan. En jij hebt volgens mij afgelopen week ook op BNR gezegd, het is wel opvallend dat Rusland weer vlak voor een NAVO-top zo aanval pleegt. En sla de geschiedenis er maar op na, de recente geschiedenis, de afgelopen 28 maanden. Wel vaker gebeurt er voor een belangrijke bijeenkomst van het Westen zo'n aanval. En dan denk je, Poetin wil dat deze oorlog doorgaat. Hij heeft die aanval op Oekraïne nodig om zijn positie in eigen land te versterken, zich verder af te kunnen zetten tegen reacties van westerse landen. En als dat ziekenhuis, dat kinderziekenhuis, dan bewust is getroffen, ja, dan is het niet alleen barbarij, dan is het ingecalculeerde Kremlin-barbarij, Bernard. Ja, dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Kiev. Ik hoop dat we je deze dagen weer veilig in Nederland zien.